Nou, wat is een GSA? Een GSA is eigenlijk een groep leerlingen en docenten die het heel belangrijk vinden dat er binnen een school acceptatie is van alle genders en seksualiteiten. En dat dragen ze uit door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, maar bijvoorbeeld ook door het gesprek aan te gaan. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen op school die nog in de kast zitten. En ik denk dat GSA dan een safe space is voor hun. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat GSA er is. Ook gewoon zodat je weet dat er een plek is waar je terecht kan. Weet u eigenlijk nog hoe het allemaal begonnen is met GSA? Een aantal jaar geleden werd voor het eerst Paarse Vrijdag georganiseerd. Heel kleinschalig door een klasgenoot van mij. Het jaar daarop heb ik het voortouw genomen met een wat groter groepje. Het jaar daarop zijn we officiële erkenning gekregen van het schoolbestuur als GSA. En zijn we ook in contact gekomen met onder andere mevrouw van der Heijden. En die ook meer leerlingen naar de GSA toebracht. En zijn we als een grotere, stabiele GSA eruit gekomen. En tot op de dag van vandaag werken we goed samen. En voelt iedereen zich al veilig genoeg binnen de school? Wat denken jullie? Ik denk zeker dat er veel vooruitgang is geboekt, dat er veel meer een open sfeer is en dat de leerlingen die struggelen met hun genderidentiteit of seksualiteit, dat die de GSA vaak weten te vinden en daardoor er ook makkelijker mee omgaan. Maar ik denk wel dat er nog heel veel vooruitgang te boeken is. Als je kijkt naar sommige opmerkingen die worden gemaakt in de aula of zo, dan schrik je soms. Ja, ik ben er wel heel blij mee, want je kan gewoon je verhaal doen en zeggen dat je het vervelend vindt en dan gaat de rest gaat je eigenlijk helpen en een beetje op weg sturen. Zo van dit en dat kan je ermee. 11 oktober is natuurlijk Coming Out Day. Wij vieren dat op vrijdag ervoor. Hebben we al plannen daarvoor? En zoals gewoonlijk de vlag hijsen op alle locaties. Waarschijnlijk weer een stukje melden bij de docenten, zodat die er ook wat van weten. Vooral op Kahoot Quiz. Ik denk dat we dat dit jaar weer doen. Gewoon zichtbaar zijn op social media, op school. Leerlingen vragen om iets kleurrijks te dragen en te laten zien dat ze erachter staan. Voor mij was het in ieder geval twee jaar geleden was het best wel bijzonder. Toen had ik voor mijn verjaardag een regenboogvlag gekregen van mijn ouders en toen had ik die uitgehangen. En ik was toen al uit de kast, maar niet iedereen uit de omgeving wist het. Dus ik woon echt in het centrum, dus ik heb de vlag uitgehangen en zo. En heel veel, mijn ouders kregen heel veel vragen. Zo van hè, wat is dat die regenboogvlag en zo. Dus toen kon mijn ouders trots over mij vertellen. Ja, dat is een dag die ik eigenlijk nooit zal vergeten. Coming Out Day is altijd weer even is altijd een lekkere frisse start van het jaar. Waarin iedereen eigenlijk weer even heel bewust is van het bestaan van de GSA. Ik denk dat het belangrijk is. Dat je die brugklassers, die jongere kinderen, of juist ook die ouderen die ermee struggelen, dat je die laat zien dat ze niet de enige zijn en dat het oké is en dat ze een plek hebben waar ze altijd terecht kunnen.